Net zoals wanneer je tekent met potlood en papier, kun je een 3D-object dat je getekend hebt in SketchUp op een aantal standaard manieren bekijken. Standaard tekent SketchUp met perspectief. Dit kun je zien onder het cameramenu. Wanneer je tekent in perspectief, zullen lijnen waar je schuin tegen aankijkt en die normaal evenwijdig lopen, naar elkaar toe gaan lopen. Ik kan dat laten zien. Ik teken hier een aantal hulplijnen. En je ziet dat deze lijnen naar elkaar toe gaan lopen. Ik kan dat ook aan deze kant laten zien. Hier ook aan de rechterkant zie je dat de lijnen naar elkaar toe lopen. In een tekening getekend met perspectief zullen ook lijnen die in de diepte lopen verkort worden weergegeven. Ik kan dat laten zien. Het getekende huisje heb ik gekopieerd en twee keer verder weggeplaatst. Het is duidelijk te zien dat de twee huisjes kleiner worden afgebeeld. Ik kan hier met het meetlint ook weer wat hulplijnen tekenen. En in deze tekening zie je nog duidelijker dat de lijnen naar elkaar toe lopen. Deze manier van tekenen komt overeen met hoe een object eruit komt te zien wanneer je het fotografeert. In de techniek wordt vaak gebruik gemaakt van de parallelle projectie. Hierbij blijven evenwijdige lijnen van een object in de tekening ook evenwijdig. In SketchUp kun je hier ook voor kiezen. Onder het cameramenu kies ik voor parallelle projectie. Er is nu duidelijk te zien dat de evenwijdige lijnen in het object ook evenwijdig blijven. Ik kan dat ook laten zien bij de tekening met de drie huisjes. Ook hier zie je dat evenwijdige lijnen in een object in de tekening ook evenwijdig blijven. Het tweede wat opvalt is dat de objecten die verder weg staan, die in de diepte zijn geplaatst, zoals dit huisje en dit huisje, even groot zijn als het eerste huisje wat ik getekend heb. Afstanden worden in de diepte niet verkort weergegeven. Dit heeft als voordeel dat maten die evenwijdig lopen aan een van de drie assen in een tekening overeenkomen met de werkelijke maten. Ik ga weer terug naar het bestand met het enkele huis. En ik zal de hulplijnen even weggummen. Bij het tekenen met potlood op papier hebben we gezien dat je standaard drie aanzichten tekent. Het vooraanzicht, het zijaanzicht en het bovenaanzicht. En ook in SketchUp kun je makkelijk deze aanzichten laten zien. Onder het cameramenu kan ik kiezen voor standaard aanzichten. En ik kan bijvoorbeeld kiezen voor het vooraanzicht, het zijaanzicht, dat is in dit geval het rechterzijaanzicht, en het bovenaanzicht. Wanneer je snel voor deze verschillende aanzichten wilt kunnen kiezen, kun je ook de werkbalk aanpassen. Onder het weergavemenu kies ik voor werkbalken en vink ik de aanzichten aan. Ik krijg hier nu een aantal extra knoppen en deze knop geeft de isometrische projectie weer, het bovenaanzicht, het vooraanzicht en het rechterzijaanzicht. Je kunt in SketchUp maar één aanzicht tegelijk zien. Het is dus niet mogelijk een overzicht te hebben van het voor, het zij en het bovenaanzicht.